Nemesis. Welkom bij aflevering 29 van Hanisee. Ja, FC Utrecht. Een wedstrijd om goud te vergeten. Weinig inzet, weinig karakter, twee keer niks. Hiballa nam de schuld op zich. Maar ja, hij kon er zelf ook niet veel aan doen, want hij voetbalde niet mee. En die bal in het publiek schieten. Als keepers kwaad werden ze in het Nemmensen. En nou, Dalle, Joris, 3 punten, niet meer doen, hè. Dalle kreeg van de Gelderlander de hoogste score. Ja, we mogen blij zijn dat we altijd goede keepers hebben gehad, dankzij Brokenhuis. Dat mag best eens gezegd worden. Ja, zondag tegen die gele zwerter. Ik ben nou eens zenuwachtig van. Babababa. Ja, die wonen in de gele dom. De aquarium op de hoek van de Batavierenweg en de Nijmeegse baan. Jim Weeks kennen die. Het dak moet de zondag af, anders kunnen ze geen water bijvullen. En dan kieken of we 3 punten uit het aquarium langs de snelweg kunnen hengelen. Zonder achter het net te vissen. Dan kunnen we het hoofd boven water houden. Dat zou mooi zien. Tot zover het aquarium. Die geel-zwarte wespen hebben het moeilijk in deze tijd van het jaar. Die aanvoerder en koningin Kashia, die staat er alleen voor. Die moet al die wespen aan het werk houden. Hij moet zijn eitjes kwieten en het is een vuilnest. Onder leiding van onze imker Hiballa moeten wij gif spuiten. En die angel uit die wespen halen. Met veel steekballen en dan de nest uitroken. Maar kijk uit voor die Russische sluipwespen, want die kunnen geen grenzen. Tip voor de Peter, leg een rotte appel bij hun achter de dugout, dan blijven die wespen bij hun komen. Dan vrees ik dat Vrezer het ook niet meer weet. En kabouter Voer zou vanzelf wel in die grot van ons lopen. Met die roomsoes in die kool hebben ze het gebak voor onze kleur gezet. Die scheidsrechter Grote Buksuit vind ik zo'n moeilijke naam ook, hè. Hij zou er niet in het geel zwart gaan fluiten. Dan hebben we er nog een 12e wesp bij. Ja, via zeer betrouwbare bronnen heb ik ook nog vernomen dat in de winterstop naar Verone Voer terug wil komen. Maar NEC verstandig, niet doen, klasse jongens. Ja, ik ben van de week nog naar de pastoor geweest en het lek is naar boven bij NEC. Ja. Ik heb met hem gepraat en zei jullie bidden te weinig. Dus bij deze jongens meer bidden en dan gaat het weer goed komen. Ja, voorspelling als ze maar veel strijd is en dat ze erop knallen, zie ik het goed komen. Dat we daar winnen met 1-2 en sjerpen en sjerpen en sjerpen. Houden wij en bidden hè.